Tom Pietermaat, je hebt net samen met mij de beelden bekeken. De vraag van deze wedstrijd, was het offside of niet? Goh, ik denk dat op de beelden is uiteraard moeilijk te zien, dus het is een beetje gissen. Ik denk op het moment van het vertrek van de pas dat juist geen offside zal zijn. Dus daar moeten we toch even bespreken wat we daaraan, moeten verbeteren naar de komende matchen toe. Maar als je ziet de manier waarop we terecht zitten vandaag, is chapeau voor heel de groep vandaag. Het was weer een wedstrijd die alles het wat voetbal te bieden heeft. Hè? Rode kaarten, gele kaarten, penalty. Ja, daarvoor doet het natuurlijk. Hè. Het is op zijn beerschot wielraaks, zullen we zeggen. De voorbije jaren zijn hier echt zoveel matchen gespeeld. Dat kan zeggen van die match had alles. En dat was vandaag weer het geval. Hè. Ik denk, daarvoor komen niet alleen de supporters naar het stadion, maar daarvoor spelen we ook voetbal voor zo'n matchen. Het belangrijkste, 6 op 6 nu. Ja, dat klopt. We hebben onze start met de eerste twee matchen niet gemist. Ik denk volgende week zaterdag terug een moeilijke match. Als je ziet hoe de Hammen hier in de bekers komen spelen. En toch na 90 minuten een gelijk spel uit de brand heeft gesleept. Dus we zullen ons moeten prepareren voor die match en match per match bekijken uiteraard. Maar in principe wisten we dat we klaar waren voor de tweede helft. Wisten we dat we beter waren, zelfs met 10 man. Wisten we dat we fysiek sterker waren. Dus kwam erop aan om even af te spreken hoe dat we het gingen doen. En voor de rest elkaar opheppen en zeggen dat we erin geloofden. Want we wisten absoluut dat we het konden doen en dat we het gingen doen. Dus we hebben de tweede helft ook bewezen. De tweede helft was heel duidelijk. Al Beerschot Wielrijk werd de klok sloeg. Ja, als je ziet dat we dat met 10 man spelen en de manier waarop dat we toch ons dominerende voetbal willen brengen. Dat we onze rustpunten vinden, dat we goede ruimtes opzoeken. En ik denk in die tweede helft zat er heel veel wat positief was.